Dit is Flevoland van zaterdag 20 mei. Van harte gefeliciteerd, het is zeer leuk. Zo kreeg het Almeers Jeugdsymfonieorkest de Lelyprijs van dit jaar overhandigd. De Lelyprijs is voor culturele instellingen of personen die zich onderscheiden van de rest. En dat doen ze, zegt de jury. Het is natuurlijk een uitzonderlijke organisatie. De documentaire die we net gezien hebben, heeft dat wel laten zien. Niet alleen vanwege belangen intern, hoe sterk en de cohesie is van de spelers en de muzikanten en het werk van Daan en Hans Welle. Maar het heeft ook in de samenleving, niet alleen van Almere, maar ik denk van heel Flevoland, een behoorlijke betekenis. En daar worden ze voor gewaardeerd. De winnaar van de Lelyprijs krijgt 5000 euro. Ook het ISO heeft dat ontvangen. Volgens vicevoorzitter Brigitte Ruiter-Beurskens gaat dat goed besteed worden. Het geld zetten wij in een fonds. We hebben een Patricia van Doorn fonds. Zij was eerder voorzitter, zij is helaas overleden. Maar door haar fonds lukt het ons om de strijkersklas, de allerkleinste, om die gratis kennis te laten maken met het orkest. Ja, en dat is fantastisch, want wat is een symfonieorkest nou zonder strijkers? Dus die hebben we keihard nodig en door de bijdrage kunnen we de strijkersklas gratis maken. De prijs en het geldbedrag werden overhandigd tijdens een première van een documentaire over de oprichter en oud-dirigent van het ISO, Hans Welle. Er wordt vaak gezegd, als mensen ons orkest zeker voor de eerste keer gezien hebben, dat ze zo zien dat het zo'n enthousiaste club is. Dat er dat de plezier er zo vanaf spat. En dat, ja, ik vind dat is tekenend voor het AJSO en iets wat ik zelf ook heel belangrijk vind. Je maakt muziek, maar het gevoel wat je samen hebt en de sfeer vind ik ook enorm belangrijk. Hans Welle was dan ook erg onder de indruk hoe de documentaire gemaakt is. Ik werd er een beetje verlegen van. Als je al die orkestleden hoort vertellen wat ze zo leuk vinden aan het AJSO of waarom ze mij een leuke dirigent vinden. Dat komt wel binnen. En ik ben natuurlijk enorm bevooroordeeld, dus ik heb geen idee. Ja, ik heb wel een beetje een idee over wat andere mensen ervan vinden. Als ik de mensen die hier nu waren spreek, ja, die waren wel onder de indruk van het totaal. Ja, prachtig gemaakt. En ik vind een document, die ga ik inlijsten. De documentaire Fini is tweede Pinksterdag de hele dag te zien bij Omroep Flevoland. Het eerste elftal van SV Batavia 90 uit Lelystad is kampioen geworden door FC Horst uit Ermelo met 1-0 te verslaan. SV Batavia promoveert daardoor naar de eerste klasse van de zaterdagamateurs. Voorafgaand aan de wedstrijd was er gezonde spanning onder de clubleden. Marco Krippenberg, voorzitter van FC Batavia. Ja, vandaag kan een historische dag worden. Het kan zeker een historische dag worden. Als het niet vertoond bent in deze club, alle zijnen staan op groen, dus dat moet gewoon gebeuren vandaag. Ja, jullie staan bovenaan met nog twee wedstrijden te spelen, als ik me niet vergis. Als er vandaag wordt gewonnen en de grote rivaal Unicum wint ook, ja, dan is het bal. Dan is het bal. Als Unicum gelijk speelt, is het eigenlijk ook bal. Er staan 20 punten, 20 goals voor. Dus nou, die is de laatste wedstrijd tegen de direct hier er niet in te halen. Vandaag een historische dag. Hoe is het met de zenuwen? Met mijn zenuwen is het prima. Ik denk dat het een mooie dag wordt voor het voetbal in Lelystad. Het hangt niet alleen af van Batavia zelf, maar ook van de rivaal, hè, Unicum. Die speelt tegen de nummer 2 Hierde. Wat gaan zij doen, denk je? Gaan ze hun best doen? Ik denk dat Unicum zijn best doet. Zijn sportieve plicht doet. En dan maakt het eigenlijk niet uit wat het daar wordt. Je moet zelf twee finales spelen, twee keer winnen om door te gaan. Je moet alleen aan jezelf denken eigenlijk. De voorlaatste wedstrijd van het seizoen verliep moeizaam voor de ploeg van trainer Michel van Oostrum. Bijna de hele wedstrijd domineerde zijn elftal en waren er verschillende corners, vrije trappen en kansen. Toch werd er pas in de laatste minuut gescoord door Mo Haidar met rug nummer 5. Van harte gefeliciteerd, kampioen, en jij scoorde de winnende goal, hè? Het moet zo zijn. Het moet zo zijn. Het is mijn ene laatste wedstrijd. Ik ga de club verlaten. Na 2 jaar... heb je eigenlijk alles tegen je buiten deze club, omdat we kampioen willen worden. Nou ja, ik ben blij dat het vandaag zover is en ja, ook met dank aan Unicum dat ze toch hun sportieve plicht doen. Niet veel later klonk het eindsignaal en was het feest op Sportpark Doggersbank. Aanvoerder Guido Pauw is blij dat het elftal dit jaar wel de titel pakt. Ik zit nu 4 jaar volgens mij. Eerste jaar bovenaan staan en dan 2 jaar corona.
derde jaar met een ongekend aantal punten tweede worden. En dan nu eindelijk kampioen. Ja, lekker. Trainer Michel van Oostrum is dankbaar dat hij met deze ploeg de titel mocht winnen. Vorig jaar lang een bizarre race neergezet. Vergis je niet wat we neergezet hebben in de beker dit jaar. Kwartfinale. Hij heeft nog nooit een ploeg gerealiseerd in Lelystad. Wij hebben het gedaan met soms een selectie waarin we maar iedereen denkt dat we een hele grote selectie hebben. Maar soms met 13 man naar wedstrijden toe gingen. Dus een groot compliment voor deze boys. En voor mij als trainer het allerbelangrijkste. Een staf die te vertrouwen is, die meedoet, meedenkt. En geweldig. Wie goed luistert bij het voorbijgaan van Kerkencentrum Openhof in Dronten, kan zomaar denken dat het een zondag is. Want door de open deur dwarrelen deze zaterdag geluiden van orgelmuziek naar buiten. Het is geen kerkdienst, hier worden opnames gemaakt van het orgel. Want zoals bekend verandert het kerkencentrum in een appartementencomplex waarmee het orgel verdwijnt. Organisten nemen afscheid met muziekopnames. Graag willen we dit orgel nog eens een keertje in de vertrouwde setting voor mensen opgenomen en weergegeven willen hebben. Dus vandaar deze actie op deze zaterdag, want daar zetten we onze tijd vandaag graag voor in. Want jullie zijn wel vertrouwd met het orgel, kunnen we zeggen, toch? Ja, ik speel hier zelf al ook zo'n 25 jaar, denk ik. En ik heb daarvoor ook altijd jarenlang het kerkkoor gehad. Dus ik ben heel vertrouwd met dit instrument. En we zijn er eigenlijk best een beetje trots op. Wat dat betreft, jammer dat het weggaat. En daarom wordt maar goed gebruik gemaakt van de situatie. Want het is best een fijn orgel. Kenners weten, het is een typische neobarok uit de jaren 60. En het orgel is ook best mooi in vergelijking met die in kerkencentrum De Ark in Dronten staat. In de Ark een wat groter orgel staan, maar met dit orgel kan je heel goed vermaken en kan je uren spelen en de tijd helemaal vergeten. Dit orgel is een kopie van het koororgel van de Eusebiuskerk in Arnhem. Daar staat een vrijwel identiek orgel. Er zijn wat detailtjes die net iets anders zijn, maar en dat is een heel beroemd orgel geworden. Dus u zou nog naar Arnhem uit kunnen wijken als u deze mist? Ja, alleen ik ben er pas geweest en die lag ook uit elkaar. Dus. Wij zijn er weer klaar voor. Het is dus echt een afscheid. Al is de verwachting dat het orgel wel zal verhuizen. Nou, op dit moment zijn er wel gegadigden voor die, en dan denk ik aan kerken die belangstelling getoond hebben, die zelf over een minder kwalitatief orgel beschikken en dat graag zien verbeteren. Zou u mee naar huis willen nemen of heeft u er al een thuis? Nou, ik heb er al eentje thuis, ook eentje met echte pijpen. Zo groot? Nou, niet helemaal zo groot, want de wens om dit orgel mee te nemen, dat betekent dat ik mijn huis toch wel drastisch moest gaan uitbreiden. Dat zit er helaas niet in. Ik heb een huisorgel waar ik me heel erg op vermaak, maar ik zal dit orgel wel missen. De organisten zijn klaar, het werk is nu aan de technici. Binnenkort zijn voor iedereen de opnames via YouTube te beluisteren.